Dus we steken de sleutel waar je mee kunt programmeren in het slot en we draaien naar PGM. Dan krijg je op het scherm een menu. Daar staat eigenlijk al 0. Is PLU veranderen? PLU's, dat zijn uw artikelen. Dus dan druk je op 0. Dan krijg je op het scherm 0 is wijzigen en 1 is verwijderen. We willen wijzigen. Hè? Dan drukken we op 0. En dan staat er op het scherm voer het nummer van de PLU in. Of druk op de toets waar dat op staat. Ja. Maar ja, het simpelste is drukken op de toets waar dat op staat. Hè? Dus in mijn geval Jupiler. Dus ik druk op Jupiler. Jupiler staat hier. Voilà. Dan krijg je het schermtje van die Jupiler. Dat is PLU nummer. P1. De omschrijving is Jupiler. Preset, ja, dat laten we staan. Prijs 1 en prijs 2. Wij gebruiken enkel prijs 1. Staat op €1,20. Kijk, ik dat straks veranderd op €1,30. Maar nu moet dat €1,60 worden. Dus wat gaan we doen? We gaan naar dat veldje gaan. Door, hier zie je het pijltje staan. Hij staat nu om de omschrijving te veranderen. Hoe je op enter drukt. Dat is de cache-toets. Dan ga je naar het volgende veld, preset, maar we gaan dat niet veranderen. Dus druk ik nog een keer op de cache-toets. Voilà, en daar staat hij nu op de prijs, dat pijltje. Zie je dat? Mm-hmm. En je vult de prijs nu in. 1, 6, 0. En drukt op enter. En die prijs is veranderd. Mm-hmm. En dan druk je op escape om dat menu te verlaten. En hier staat de escape-toets hier. En dan kun je verder doen. Dan vraagt hij terug, druk op de volgende toets. Mm-hmm. En de volgende. Enzovoort. En als je hele haas gedaan hebt, verlaat je het programma door nog een keer escape, 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 totdat je weer in die hoofdmenu zit. Mm-hmm. En draai de sleutel terug naar registratie.